Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Jamoer. En ik ben Lissy. En wij gaan een dagelijkse vlog maken. Misschien dat jullie het niet weten, maar ik heb een beetje hooikoorts volgens mij. Misschien niet dagelijks, want we zijn niet elke dag met elkaar. Nee, maar we maken wel zo meest mogelijk video's met elkaar. Ja. Oh mijn god, mensen, ik heb echt hooikoorts. Maar wij gaan dus naar jouw hamster, Bolly. Bolly, Bolly. En we noemen hem Bolly, Bolly, omdat hij zo dik is. Jongens, haar hamster, die is echt dik. Dit is een normale hamster en dit is haar hamster. Kom, is dat normaal? Ja, Bolly, Bolly. Ja, we komen zo met jullie terug. Tot zo. Nou, hoi mensen, daar zijn we weer. Nu is het de tweede keer dat ik iets heb gefilmd, maar per ongeluk drukte ik dus niet op het knopje. En toen dacht ik dat ik filmde en toen... Ja, dat is... Maar, dit is dus de dikke hamster waar ik het over had. Misschien kan ik het zo beter laten zien. Bolly, Bolly. Dit is Bolly, Bolly. En... Kijk hoe dik hij is, mensen. Hoe dik, hoe dik. Is dit normaal? Nee, toch? Je geeft hem gewoon veel te veel eten. Ja, maar nu krijgt hij het niet. Maar kijk, dit is zijn chillplekje. We hebben hier onderin hebben we gewoon een beetje wol gedaan. Toen vindt hij lekker. Hier een huisje. En dit is een soort van hangmatje voor hem, waar hij lekker kan. En dit is een speeltje. We kwamen eerst niet op een speeltje, maar toen bedachten we dit. We hebben gewoon een bal gepakt en daar hebben we dit dingetje gedaan, zoals hij ermee gaat rollen. Hoor je dit? En hier achter mij hebben we zijn bad om hem soms schoon te maken en handschoenen, want hij bijt. Dus dan gaan we niet vasthouden. En een boel. Nou, omdat soms bijt hij dan. Hij bijt soms. En een... Sorry. En een bal om een beetje te sporten. En dan hebben we natuurlijk zijn eten nog staan. Maar dat mag hij pas om 12 uur. En er zit iemand achter mij heel erg te lachen. Waarom lach je? Nou, omdat ik dacht dat je net een scheet liet. Ik liet geen scheet. Want dan was het een poer. Een poer? Een poer. Een poer. Ja, zo wel. Je weet toch wel wat. Ja, oké, maar... Trouwens mensen, wij hebben onze eigen dansclub. Wil je bij onze nieuwe dansclub horen? We hebben al heel veel dansjes verzonden, maar die kunnen we jullie de volgende keer laten zien. Maar omdat we dus een dansclub hebben, dacht ik, waarom kunnen we niet onze eigen pak maken? En ik en Liz, die hebben natuurlijk onze eigen pak gemaakt. Zoals bijvoorbeeld, dit hebben we zelf gemaakt mensen. We hebben gewoon een t-shirtje uit de Zeeman met de achterkant. De naam van onze dansclub, HG van de High Girls. En dat is echt helemaal top. Ik laat nu die van Liz zien. Ik heb eigenlijk het soort hetzelfde, maar dan ja, andere kleuren en zo. En voor als jullie het nog niet weten, dus dat weten jullie zeker niet. Wij hebben ook een account op Vinted. Daar kan je 2 van die shirts kopen. Ja, dan kun je 2 van die t-shirts kopen. Deze niet, want deze is van mij nog. Maar dat is deze. Je kunt deze kopen op Vinted. Eigenlijk heel mooi, maar ja. Voor maar 7 euro of 10 euro. 10 euro voor ze allebei. Maar 5 euro voor maar eentje. En ze zijn echt super mooi. Nu lijkt het niet zo op camera, maar ze zijn echt heel mooi. Mm. En we gaan er ook sowieso meer maken en op Vinted zetten. Wil je onze account vinden? Het is Rainbow Tag. Tag is met allemaal hoofdletters en rainbow is gewoon normaal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En het is gewoon super tof dat wij onze eigen t-shirts hebben. En we hebben er ook nog een die super cool is. En wie ligt daar op het bedje? Andere Bolly Bolly, maar dan heet hij Fino. Maar we gaan nu met Bolly Bolly spelen, dus ja. Wij draaien ons wel eventjes om, want dan kunnen we beter filmen. Dus ja, tot zo. Daar zijn we weer. Dus jij gaat nu Bolly Bolly pakken. Bolly Bolly met handschoenen. Bolly Bolly. En jongens, weet je hoe mijn hamster heet? Ik heb precies dezelfde hamster als Lissy. Die ziet er echt precies hetzelfde uit. Alleen die van mij is niet zo dik als die van jou. Maar de mijne heet Num Num. Num Num Tutti Frutti Cargim. Want Cargim is mijn achternaam. En hij heet Num Num Tutti Frutti. Maar de meesten noemen hem gewoon Num Num. Maar zo heet hij ook. Ja, hij heet Num Num, maar zijn tweede naam is Tutti Frutti. En die van jou is Bolly Bolly Indie. En daarna Meijer. Want Meijer want is toch Indy achternaam. Was de eerste naam, maar ik vond Indy niet zo mooi. Dus ja, hebben we een andere naam gegeven. Maar toen kwam ik op Bolly Bolly, omdat hij zo dik is. Bolly Bolly, yeah. Yeah, yeah. Bolly Bolly. Bolly Bolly. Bolly Bolly, kom eens. Kom eens, schatje. Wacht, wil je dit badje heel veel daar neerleggen? Want anders... We gaan hem er toch in doen.
Nee, nog niet. Dat doen we wel een andere keer als we dat gaan filmen. Want we hebben hem vandaag al gedaan. En hij ruikt echt super lekker. Een lekkere shampoo. Dus ja. Maar kom maar hier, Bonnie. Doe het eventjes voordat hij komt, want hij heeft geen zin. En anders doe je gewoon... Het is wel zielig een beetje. Het is zielig, maar anders die... Doen we zo en dan... Hij valt er... Hij valt geen eens. Hij komt er niet eens uit omdat hij zo dik is, jongens. Hij is gewoon te dik. Kom op. Goed. Ja. Oh, serieus, Bolly. En dan tillen we hem Bolly, Bolly. Meen je dit, Bolly, Bolly? En halen we hem eruit. Kom maar, Bolly. En heel veel mensen pakken dus hun hamster zo op en dan laten ze hem er zelf oplopen. Maar dan bijten ze bijna altijd, want dan kunnen ze hier gewoon makkelijk bijten in je hand. Kijk, als je hamster niet meer bijt of gewoon gewend is aan je en gewoon lekker tam is, dan kan je dat wel doen. Maar als je hamster nog niet echt tam is en je hebt hem nieuw, zoals Liz en die van mij, dan bijten ze nog wel. Dus dan is het makkelijk als je heel zachtjes zo pakt. Oh, sorry, nee, ik moet even voor. Maar niet te hard drukken. En sowieso, voordat je een hamster gaat optillen, moet je sowieso je handen wassen. Want of die doet zo. Ja, want er zit zout op je handen. En dat vinden hamsters heel lekker. Dus daarom bijten ze, niet om je pijn te doen. En oh, kijk, de enige reden waarom een hamster je kan bijten is omdat ze de zout op je handen lekker vinden. Of omdat ze bang zijn van je. Maar meestal moet je je handen wassen voordat je aan een hamster gaat zitten. Want er zit zout op je handen en dat vinden ze hartstikke lekker. Dus ik heb net mijn handen niet gewassen. Dus het kan zijn dat hij me zo gaat bijten. Hè, Bolly Bolly? Ja, maar... Dus als hij goed getemd is, je hamster, dan kan je hem gewoon makkelijk zo. Maar die van Les is niet zo goed. Die van mij, die kan ik gewoon zo pakken, want hij rijdt niet. Dat heb ik hem opgeleerd. Kom, we stoppen hem in je hamsterbol. Ja, nu mag je even in zijn hamsterbol. Want... En dan gaan we naar beneden en dan laten we hem lekker lopen. Nee, naar beneden nog even niet. Hoezo? Want... Heb ik hem net toch ook gedaan? Ja, oké, maar... Stop hem er maar in. Kijk, hij wil er zelfs in. Zie je? Okay, kijk, hoe ik dat doe is, ik zet hem neer en dan loopt hij er zelf gewoon in. En dan moet hij natuurlijk wel dicht, ja. Ik heb een idee wat we kunnen doen. Nou? We kunnen zijn hamsterbol in het water stoppen. Dan kan hij lopen in het water, maar dan komt het water in. Nee, dat is gek. Dan krijgen we dat ding nooit meer terug. Dat gaan we echt niet doen. Welk ding? En er zit een gat in dit ding, hè? Dus dan verdrinkt hij. Nee, daar. Er zitten hier gaten in, lief schat. Ja. En dat is sowieso zielig voor een dier. Oké. Okay. Nee, we gaan dus... Laat hem gewoon eerst lopen. Ja, we gaan hier even hier laten lopen. Misschien krijg je een kikker, dus dat komt helemaal tof uit. Want dan kan je wel even bij ons daar even een vijvertje laten zwemmen. Dat zou wel tof zijn, maar dit is geen hamster. Oké, laat hem lopen binnen 3, 2, 1. Oh, iets te vroeg, maar dan doe ik altijd even zo, zodat hij weet waar hij mag heen lopen. Oké, dat kan ook. Hij denkt dat hij eronder kan. Wacht jongens, kom eens. Laten we... Hé, Bolly Bolly. En zo. En dan gaan we ook even op de trampo als je dat wil. Ja, maar dan laten we hem naar binnen ons op de trampo gaan. Of laten we een routine zien door de tuin. Want je hebt een hele grote tuin en heel veel dieren. Ja, maar dan mag deze in de kamer even lopen. Ja, laten we maar gewoon hier even gewoon lopen, even zonder ons. Dat zou ook gewoon leuk zijn. Sowieso, je moet je hamster nooit de hele dag in zijn kooi laten lopen. Want doe je dat, dan wordt hij gewoon... Dan, weet je, een hamster heeft ook best wel vrijheid nodig. Je kan hem niet de hele dag in een kooi laten. Dus het is wel gewoon... Dan doe ik mijn katje even lekker uit de kamer, want anders denkt hij... Ja, lekker spelen met dat balletje, dat dacht ik even niet. Nee. Oké. Ja. Oké, dus wij gaan naar beneden. Oké, wacht eventjes. Wij gaan dus naar beneden en dan... Laten we de tuin zien. Komen zo terug, dus ja, tot zo. Nou, daar zijn we nog een keer. Dus dit wordt een soort van tuinroutine van Lissy. Nou, het eerste. Dit is een soort van een vijver met vissen erin.
En soms zitten hier ook kikkers. En daar is gewoon een lekker terrasje waar je kunt zitten. Hier een paar... Ja, dit gaat echt pijn doen. Dit is eigenlijk gewoon een soort van... klein bosje, want daar, dit is gewoon lekker een soort van klein weilandje voor onze dieren. En daarachter kun je gewoon lekker barbecuen. Daar kan je barbecuen, maar daar helemaal achterin is een gewoon zo'n soort van bos waar de dieren kunnen. Hier is gewoon een klein veldje voor de dieren, zoiets. En daar zien we meteen een konijn. Nou, hij is weg. Dit is de tafeltennistafel. Ja. Die zit daar ook. Een trampoline, die is... Laat even op de trampoline gaan. Ik draai hem heel even om, maar dan kunnen we misschien beter filmen. Ja. Ja. Daar zijn we weer. Ja. En we gaan lekker... Oh, holy. We gaan lekker springen. Oh, Liz heeft echt een grote... Wat voor trucjes kun je allemaal? Want Liz zit net op turn en zo. Auw! Oké, misschien kunnen we hem even omdraaien, want dan kunnen ze goed zien. Ja, is goed. Nou mensen, Liz, kunnen we ook zo meteen even laten zien? Want eigenlijk moeten we nu ook even de tuin laten zien. Ja, dan doen we zo meteen. En ik ben zo blij met onze dansshirtjes. Het ziet er zo mooi uit. Dus dan komen we zo bij jullie terug. We zijn er weer. We zijn weer op de trampoline. Ik weet niet waarom. Maar ja, dit was de trampoline. Daar is een zwembad die helemaal verroest is en niet mooi is. Dit is een tent van mijn kat die ik kapot mag maken. Maar die is inmiddels een beetje omvergewaaid. Dit is de goede tent. En het is een beetje nat. Maar je kan er naar binnen. Daar. En hier gaan we ook een keer een video maken. Oh, hij is helemaal zacht. Ze zijn heel zacht. Maar... Nou, we gaan eruit. Dit was dus de tuin. De tent van de tuin. Ik wil zeggen de tuin... De tuin van de tent, maar het is de tent van de tuin. Kijk, daar is een konijntje. Kijk, die willen naar elkaar toe. Dat zijn de twee konijnen, die willen naar elkaar toe, want ze hebben ruzie. Ja, ze hebben ruzie. Mag... Deze die hier zit is Coco en die is Happy. En dat zijn mijn kippen. Die tam zijn, want die kun je gewoon optillen en aaien. Die bruine, dat is Nugget. En die andere is Eggy. En je kan ze gewoon lekker aaien en optillen. Maar die is nog een beetje bang. Maar die wil alles hebben. En ja, die wil er gewoon heel graag uit. Omdat hij graag naar buiten wil. En dan is dat zijn hok van Coco. En hier is onze schuur. Anders gezegd, de dansschuur. Ja. Het is een beetje opgeruimd, maar er staat nu nog weer veel troep hier. Want het is niet meer echt zo goed. Want we gaan hier dus onze dansplek maken. Omdat we een dans... groep hebben, zoals onze t-shirts. Maar er moet nog heel veel aan gedaan worden, maar daar komen dan alle oude spullen in. We gaan, zoals je hierboven ziet, allemaal planken. Daarop komen gewoon kussens en dekens waar we lekker kunnen chillen. En daar komen gewoon, denk ik, gewoon een klein mini keuken iets, lekkers iets en bankjes. En dan hier een grote kleed met lights. En dan kunnen we vloggen en dansen tegelijk. Dus dat wordt helemaal top. Dat laten we ook in de video zien. Ja, maar niet in deze video, want dan we gaan het vandaag niet doen. Nee. Want je komt vandaag bij me eten, maar slapen nog niet. Nee, slapen komt aankomende week. Dinsdag waarschijnlijk. Maar voor als jullie niet weten... voor als mensen die een beetje slecht gehoor hebben of zo, is die dit kijken. Ze komt dus dinsdag bij me slapen, waarschijnlijk. Ze weten het nog niet zeker. Maar waarschijnlijk wel. En voor de rest is er eigenlijk bijna niks meer. Dus gaan we weer even op de trampo. En dan zien we jullie zo als we gaan avondeten. Tot zo. Nou, daar zijn we weer. Tenminste, ik ben er weer. Ja, moest het eventjes iets te doen. Maar wij zijn dus nog niet aan het eten. Omdat het nog een beetje best wel lang duurt. Dus we gaan nog eventjes met jullie tekenen. Want we waren allebei al wel begonnen. Dus ja, dan kunnen we nu nog eventjes doorgaan. Want het was allebei nog niet af. En ik wacht wel even op Jamoer. Maar ik zet het maar vast neer. Ik ben er weer met je. Mijn hooikoorts is super erg. Dus ik was heel veel naar de wc. En ik heb heel veel mijn neus gesnoten. Echt irritant als je dat hebt. Mm-hmm. Dus ja. Maar ik laat het even soms zien. We zijn allebei een kledingkast aan het maken. Mijn is al klaar. Zoals jullie zien. Hij is niet zo perfect, maar anders. Zo ziet het er nog uit. Het kan echt mooi tekenen.
Dat is die van Jamo. Die van mij is iets anders, want nu gaat hij iets anders tekenen. En vraag me niet wat, want ik weet het niet. Dit is die van mij. Ik zet hem even neer, dat kunnen jullie ons allebei zien. Dit is die van mij. Dit is geen spiegel. Dit is gewoon een mooie kleur voor de kast. En de binnenkant. En ja, en we moeten nog even doorgaan, want anders wordt het niet zo mooi. Dus ja, we gaan even doorgaan. I'm waiting for the time. Dus dan komen we zo weer bij jullie terug als we klaar zijn. We zijn er weer en ik heb mijn kast af. Het is er bijna alleen dit nog, maar dat ga ik niet doen, want dat vind ik niet zo mooi. En Jamo is met iets bezig, ik weet niet wat. Ja, dat ga ik zo wel laten zien. Dat gaat hij zo laten zien. En... Wat willen jullie op de hamburger? Ik hoef niks. Kaas toch wel? Oh ja, kaas. Wil jij kaas erop? Well, nee hoor. Nee. Uitjes? Nee, ik wil alleen kaas. Mayo. En een hamburger. Ja, doe maar ketchup. Mayo. Nee. Alleen mayo. En jij? Ja, doe maar mayo en ketchup. Mayo en ketchup. En jij kaas? Kaas. En? Kaas. Kaas en kaas. Mayo, ketchup, kaas, kaas. Nee, gewoon. Mayo, ketchup, kaas, kaas. Nee. Kaas. Hamburger? Kaas, 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 kaas. Zonder mayo en ketchup. Oké, dat was eventjes een keer hamburgers, maar dat is af. En nu gaan wij dus iets anders maken. Hey, ja, ik heb iets heel leuks. Kijk, Lissy, ik heb ook een challenge voor jullie. Bijvoorbeeld, hier is een kant die open kan en hier zit een vraag en hier zit een vraag. En dan kan je hem dicht doen en aan de andere kant zit ook een vraag. En dan deze kant, deze ook. En daar zitten vragen. Like de video. Dus dan bijvoorbeeld Lissy die grappelt de kant. En dan mag ze een nummer kiezen. Want op elk kaartje zit een nummer. En dan mag ze in één van die kanten mag ze een nummer kiezen. En op die nummer zit een challenge voor jullie. En dan moeten jullie die challenge eigenlijk namaken. Dus bijvoorbeeld er staat hier like de video. Dan hoor je de video te liken. Er staat hier abonneer. En kijk deze video opnieuw, dan moet je dat bijvoorbeeld gaan doen. Dus daar ga ik nu mee bezig. We zijn weer. Oh mensen, ik heb zoveel jeuk. Maar ja, we hebben ons eten. Een lekker hamburger. Jammer, jammer. En voor wat we gaan eten, wil ik je iets vragen. De challenge. Dus doe jij mee aan de challenge? Nou, eigenlijk is het challenge voor hun, maar oké. Dus jij mag moet dus... mee doen met je ogen dicht. Mag je bijvoorbeeld... zo doen, mag je hem omdraaien en zo. Okay. En dan, aan die kant mag je één van die twee nummers kiezen. En daar zitten vragen op. Oké, okay, is goed. Maar okay, ik weet ook niet meer op welke nummers al de vragen staan, dus dat komt op. Mag ik? Ja, aan welke kant wil je? Ik blijf dus een beetje dezelfde, want nummer weet ik welke. Okay. Deze kant. Oeh, nummer 3 en 4. Ik denk dat ik voor... 4? Nou. Oké. Okay. Kijk, maak nummer 4 maar open. Wat staat er? Abonneer op ons, ons kanaal. Dus nou, dat moet je nu gaan doen. Mag ik nu ook kijken wat anders zijn? Hè? Wat zijn? Mag ik nu ook kijken wat anders zijn? Oh nee, die zijn voor de volgende keer. Ja, dat zou leuk zijn. Dus dan moeten we deze eventjes een beetje onderstrepen. Doen we zo, toch? Dus elke, bij de volgende 3 video's, dan komen er van deze dingen en zo. Dus ja, dat is wel leuk voor de challenge. Dus nummer 3 was... nummer 4 was abonneer op ons kanaal. Dus dat moet je nu zeker gaan doen. Want dat is de challenge voor jullie. Laten we nu even lekker... teken! Hamburger gaan eten. We zijn weer terug. Ja mensen, ik deed gewoon met de bord van Lizzie maar. ja, eigenlijk zijn we terug om de video een beetje af te sluiten. Mijn hooikoorts is ook een beetje minder geworden. En wij gaan weer wachten, want ik moet straks ook weer wel naar huis. Dus we gaan nu ook een beetje tekenen als je wat wil of zo. Echt. En ja, dan zien we elke dinsdag hebben we afgesproken. Dan gaan we een video online zetten, misschien wel woensdag. Ja, het ligt eraan wanneer we tijd hebben, maar sowieso als het kan op dinsdag. En anders wel woensdag, donderdag, sowieso. Elke week, sowieso. Ja. Sowieso elke week. Ja, die zeker. Dus dan like deze video, abonneer. Oh ja, zoals op de challenge stond, moet je natuurlijk wel abonneren. Ik denk dat je dat al lang hebt gedaan. Dus dan komen we later bij jullie terug. Tot de volgende video. Doei!